Hey, goedemorgen. Gisteren had ik een tip voor die mensen die snel afgeleid raken in het huis, met allerlei dingen in en rond het huis, en niet aan werk toe komen. Vandaag een tip over diegenen die het tegenovergestelde hebben: um, dat je dus aan één stuk door, door, uh, doorwerkt. Want als je afgeleid wordt, dan moet je waarschijnlijk iets doen waar je tegenop ziet. Maar het kan ook zijn dat je alleen maar werkt. Ik kan me herinneren toen ik begon met thuiswerken jaren geleden, uh, voor het eerst. Ik rolde uit mijn bed. Om 7 uur kroop ik achter de computer, stond ik de eerste e-mails naar mijn baas, zodat ze konden zien dat ik al aan het werk was. En om 7 uur s'avonds zond ik de laatste e-mails, zodat ze zag hoeveel uren ik wel niet had gewerkt. Ik nam meteen de telefoontjes op om maar te laten zien dat ik niet in slaap was gevallen. Ik nam dus geen pauze. Ik ging maar door, door, door. En dan raak je uitgeblust. Ik kan me herinneren dat ik één keer wakker werd op de grond, was ik flauw gevallen. Niet gegeten, niet gedronken, alleen maar naar het beeldscherm gestaard. Dat is natuurlijk niet goed. Dus tip, num tip nummer 2 is las altijd pauzes in. Om het half uur of om het uur in ieder geval even van je stoel af gaan staan. Gaan strekken. Kijk eens naar buiten. Even je focus veranderen. Ga even wat te drinken halen. Maar zorg dat je pauze neemt op gezette tijden. Zet daarvoor een timer. Ik heb een klant die daarvoor een timer zet. En je hebt ook uh, speciale software daarvoor. Ik geloof WorkPace gebru gebruikte ik vroeger. Die jou uh, dwingt om pauzes te nemen.